Maar eerst, toen ik dit hoorde, ik was echt... Ik weet niet meer wat ik schreeuwde, maar ik was echt helemaal perplex. En ik werd ook boos. En toen later die dag de brief van Esther aan het partijbestuur naar buiten kwam... had ik ook zoiets van, oh, ik herken hier zoveel uit boos, die brief. Maar niet verbaasd dus? Niet verbaasd, maar ontzettend boos. Ik had gehoopt, omdat ik natuurlijk nu meer op afstand sta... dat het inmiddels... verbeterd zou zijn. Ja. Want ook ik heb met diezelfde krachten te maken gehad. Ja. Tot ik het op een gegeven moment niet meer trok. Welke krachten? Nou ja, bijvoorbeeld, we waren met 5 Kamerleden in de Kamer gekozen. En we hadden een campagne gevoerd voor een planeetbrede visie. Mm-hmm. En ik was onder andere woordvoerder zorg. Maar ik had ook andere, bijvoorbeeld Defensie. Dat ik met de Chrome 6 slachtoffers om de tafel zat. En wat kunnen we voor jullie doen? En ik had Kamervragen gesteld op zorg voor de diabetespatiënten... die intensieve insulinetherapie nodig hebben. Mm-hmm. Dat ze de glucosesensor vergoed zouden krijgen vanuit de basisverzekering. En ik was heel blij dat ik die Kamervraag had gesteld. Want het gaat om zo'n 100.000 mensen in Nederland destijds. Ik weet niet hoeveel dat nu zijn. Maar dat kost een paar duizend euro. Dus ik had zoiets van, ja, zo'n verbetering van leven... door zo'n sensor als die vergoed is. Nou, toen werd ik gebeld door Marianne Thieme. Ze zat in de auto. Ze zei, waarom stel jij die vragen over mensendingen? Zijn mensen partijen genoeg? Zo, op deze manier maak je het mij ontzettend moeilijk... om bij de decentrale fracties... uit te gaan leggen dat wij ons moeten richten op de core business... namelijk natuur, milieu en het klimaat. En ik had gezegd, ja, maar het is toch een teken van mededogen. We hebben hier ook campagne opgevoerd, planeetbrede visie. En dat kwam ook echt vanuit het bestuur. Hè? Dus dat het ons werd als Kamerleden verteld... je moet het land in om die decentrale fracties te gaan vertellen... dat zij zich moeten richten op de core... terwijl we ergens anders campagne voor hadden gevoerd. En dat zie ik nu in die brief ook... dat Esther aan het partijbureau schrijft... of aan het partijbestuur schrijft... dat eigenlijk de partijkamerleden werden gesommeerd om het land in te gaan... en de gekozen fracties te bewegen naar de oppositie. Ja,